Hallo en welkom bij de zesde video van deze series waarin ik ga tonen hoe je een simpele AR-game kunt maken door gebruik te maken van Unity en Vuforia. In deze video ga ik jullie tonen hoe je een 3D-object kunt augmenteren op een image target en vervolgens ga ik ook tonen hoe je een virtual button kunt toevoegen aan je image target. In voorgaande video hebben we een object zelf gemaakt door gebruik te maken van Blender en deze geïmporteerd in Unity. Als je deze video nog niet hebt gezien, ga dan zeker kijken, want je hebt het nodig om verder te gaan met deze tutorial. Dus we gaan beginnen met het toevoegen van ons 1 euro stuk aan de scene. Dit doen we gewoonweg door het object te slepen in de hiërarchie. En vervolgens komt deze in de scene terecht. We willen ervoor zorgen dat het muntstuk van 1 euro wordt geaugmenteerd op het briefje van 5 euro. Daarom is het nodig om het muntstuk van 1 euro te verplaatsen en ook te veranderen in de juiste grootte. Ziezo, het muntstuk van 1 euro is dus nu geplaatst op het briefje van 5 euro en is het nu de bedoeling dat we door de game te starten het muntje gaan moeten zien op het briefje van 5 euro. Nu, vooraleer we dit kunnen doen, moeten we eerst nog enkele aanpassingen maken. Als eerste is het nodig om ons object van 1 euro child te maken van de image target. Dit doe je door het object te slepen op de image target, zodat het een child wordt. Vervolgens moeten we nog een configuratie aanpassen binnen de AR-camera. Je klikt dus op de AR-camera en hier, net boven de configuratie, staat er World Center Mode. Deze World Center Mode dien je te zetten op camera. En vervolgens save je de scene. We kunnen onze applicatie nu testen door op play te drukken. Ziezo. En nu als ik het briefje van 5 euro in het beeld breng, dan zie je dat het muntstuk van 1 euro correct wordt geaugmenteerd op het briefje zoals we hem hebben geplaatst in de scene. We zijn nu eigenlijk klaar met de meest basic vorm van een augmented reality app. Nu ga ik nog een kleine uitbreiding toevoegen door een virtual button toe te voegen aan mijn image target. Ik ga hiervoor het muntstuk van 1 euro even verschuiven naar deze plaats. En vervolgens wil ik een virtual button toevoegen. Dit doe je door de image target aan te duiden en vervolgens onder image target behavior te gaan naar advanced en vervolgens te klikken op add virtual button. En als je klikt op de virtual button, dan zal deze zichtbaar worden. Als je de game start, dan zal deze virtual button niet zichtbaar zijn. Het is daarom nodig om deze juist te plaatsen in de scene. Het is nu de bedoeling dat we de virtual button plaatsen op de image target op een locatie dat eigenlijk goed trekbaar is voor de AR-camera. We kunnen dit nagaan door te gaan naar Vuforia. Je gaat dus naar de developer portal en vervolgens naar de target manager. Je gaat naar de database die je hebt gemaakt voor de applicatie. En klikt op de image die je wilt bekijken, dus in dit geval 5 euro. Je ziet dus de image en onderaan de afbeelding krijg je de optie als Show Features. Als je hierop klikt, zie je de afbeelding in zwart-wit met allemaal sterretjes. Deze sterretjes worden aanzien als de tracking points. Dit zijn de punten die de AR-camera zal zoeken en van het moment dat het patroon van deze sterretjes is gevonden, weet de AR-camera dat de afbeelding eigenlijk zichtbaar is en dan kan deze getrackt worden om vervolgens een 3D-objecten kunnen augmenteren. Nu, het is de bedoeling voor onze virtual button dat we een goed trackbare locatie vinden op onze image target. We zien hier duidelijk dat de sterren en Europa eigenlijk de plaats is op het biljet van 5 euro dat de meeste sterretjes bevat en dus het beste trackbaar is voor de AR-camera.
Bij gevolg zullen we dus in Unity de virtual button zo plaatsen dat deze dus Europa en de sterren van Europa eigenlijk covert. Deze virtual button is dus nu toegevoegd aan de image target, maar deze bevat nog geen functionaliteit. De functionaliteit moeten we gaan toevoegen door een scriptje te schrijven in C#. We kunnen een C# script toevoegen door in de assets folder rechts te klikken, vervolgens op create en C# script. Dit maakt een C# script aan. We zullen dit noemen naar de virtual button, dus virtual button script. Op deze manier. Terug best practice, we maken een folder en we noemen dit scripts. En we plaatsen ons script in de scripts folder. We gaan dus nu over tot het schrijven van het script. Dus je klikt twee keer op de C# script. En hierdoor zal een extra tool van Unity geopend worden, namelijk MonoDevelop. MonoDevelop wordt standaard meegedownload als je Unity downloadt op je Mac systeem. We gaan dus beginnen met het schrijven van de code. Standaard als je een C# script aanmaakt in Unity en opent in MonoDevelop, dan krijg je de drie standaard imports dat je altijd moet gebruiken om een Unity C# script te schrijven. Vervolgens opent de klasse zich, namelijk de naam die we hebben gegeven aan het script, virtualButton. En in de klasse heb je standaard twee functies. De eerste functie is de startfunctie. Dit is een functie die zal aangeroepen worden van het moment dat de applicatie start. Dit wil zeggen dat dus de logica in deze functie slechts één keer wordt uitgevoerd, aan de start van de applicatie. De updatefunctie is een functie dat steeds gaat worden uitgevoerd, elk frame. Voor de functionaliteit van de virtual button hebben we geen updatefunctie nodig, dus deze mogen we gewoon verwijderen. Vervolgens dienen we onze virtual button toe te voegen aan het script. Dit doe je door boven de startfunctie, maar binnen de klasse, een public parameter aan te maken. Deze heeft als type GameObject. En we geven deze de naam virtualButton. Op deze manier. Nu kunnen we deze virtualButton gebruiken in onze startfunctie. Dus we schrijven virtualButton. En we moeten ervoor zorgen dat onze virtual button eigenlijk het juiste object van ons Unity-project gaat omvatten. Dit doen we door gebruik te maken van GameObject, vervolgens de functie find te gebruiken. Dat slaagt op het zoeken naar een bepaald GameObject in ons project. Aan de functie find dienen we een naam mee te geven. En de naam die we hebben gegeven aan de virtual button is de default naam, namelijk VirtualButton gewoon overbouwd. Op deze manier. Nu, het is ook nodig om in onze Unity Editor, onder VirtualButton in de inspector, deze name in te vullen. Namelijk VirtualButton. Het is zo dat het script voor deze naam gaat kijken naar deze parameter en niet zozeer naar deze parameter. Dus is het sowieso nodig om hier ook de naam in te vullen voor je virtual button. De virtual button is dus nu geïnitialiseerd. Het is nu nodig om de virtual button behavior toe te voegen. Een virtual button behavior is niet standaard binnen deze usings, maar is binnen de using van Vuforia. Dus we importeren eigenlijk de using van Vuforia. Binnen Vuforia is er een interface die we kunnen gebruiken, namelijk virtual button event handler. En deze interface gaat eigenlijk twee functies implementeren die ik dus later ga schrijven. Maar eerst gaan we gebruik maken om eigenlijk de virtual button handle behavior te initialiseren op onze virtual button. Dit doen we door virtual button te schrijven, vervolgens get component. Get component. Je schrijft spekhaken en binnen de spekhaken schrijf je de virtual button behavior. Dus we spreken eigenlijk de virtual button behavior aan van het object. Dit is een functie, dus we schrijven ronde haken.
En vervolgens chainen we een functie genaamd register event handler. En deze functie gaat de event handler eigenlijk registreren in onze applicatie. This slaagt dus op this object. Dus nu dat onze virtual button succesvol werd geïnitialiseerd, gaan we deze gebruiken in twee functies die moeten geïmplementeerd worden door de virtual button event handler. De eerste functie noemt de onButtonPressed. Dus we schrijven public voor een void functie te schrijven. En de functienaam is onButtonPressed. Op deze manier. Nu, de spelling hierbij is zeer belangrijk. Anders gaan er compile errors ontstaan, omdat het nodig is dat je de juiste functie implementeert door deze interface. Dus let hierbij op de spelling. We geven hier één argument aan mee, namelijk een virtual button behavior. En we noemen deze VB. We openen de functie. En nu gaan we een tweede functie schrijven, namelijk de tweede functie die moet geïmplementeerd worden. Dus even voor snel te doen, copy-pasten we de eerste functie en veranderen we de naam naar onButtonReleased. Ook weer letten op de spelling en deze functie zal ook een virtual button meenemen als parameter. Nu, dit zijn de twee functies die geschreven moeten worden. De eerste functie zal getriggerd worden van het moment dat de virtual button wordt ingedrukt. De tweede functie zal dus logischerwijs worden getriggerd van het moment dat de virtual button niet ingedrukt is. Nu, om deze functionaliteit van deze twee functies te testen, zullen we een tekst afdrukken naar de console. Daarom schrijven we debug.log. Dit is een functie dat dus puur tekst gaat afdrukken naar de console. Voor de eerste functie schrijven we bijvoorbeeld knop ingedrukt. En voor de tweede functie schrijven we knop niet of knop los, bijvoorbeeld. Zo, dit script is geschreven. Vervolgens in onze Unity staat dit script hier. Dus het is hier toegevoegd. Het is nu nodig om dit script toe te passen op onze image target. Niet op de virtual button, maar op de image target. Waarom? Omdat we in ons script een virtual button gaan zoeken. Het script is niet gemaakt voor de virtual button, maar het is om een virtual button eigenlijk te gaan gebruiken. En daarom moeten we het script toepassen op onze image target. Je doet dit dus door het script letterlijk te slepen naar de image target en vervolgens in de inspector te gaan. Hier zie je dan dat het script succesvol werd toegevoegd. Omdat we een public parameter hebben gemaakt in het begin van onze klasse, moeten we hier in onze Unity interface, in de inspector, onze virtual button aanduiden. Dit doen we door onze virtual button vanuit de hiërarchie te slepen naar onze parameter in de code, zodat de target weet over welke virtual button het eigenlijk gaat. Nu dat dit allemaal gebeurd is, kunnen we de applicatie testen door op play te drukken. Als ik het briefje van 5 euro in het scherm breng, krijgen we dus onze 1 euro. Maar nu belangrijker is, als ik mijn twee vingers ga plaatsen op de sterren en Europa, zie je dat de console eigenlijk zaken begint af te drukken. Je ziet als ik mijn vingers over de sterren in Europa zet, dat er staat knop ingedrukt. Als ik ze wegneem, staat er knop los. Ingedrukt los. Oké. Dat wil dus zeggen dat de functionaliteit van onze virtual button in orde is. We willen er nu voor zorgen dat bij het uitvoeren van deze twee functies er iets gebeurt. We zullen hiervoor een animatie laten uitvoeren op het muntstuk van 1 euro. De gemakkelijkste manier om dit te doen is door het muntstuk van 1 euro te selecteren, vervolgens te gaan naar Window en dan te klikken op Animation. Op deze manier opent er een venster zoals deze. Dit is een Animation venster. Nu,
Er is nog geen animatie toegevoegd aan ons object, daarom zullen we er eentje moeten createn. We geven deze de naam munten of munt animatie. Deze zal niet geplaatst worden onder het script. Deze zal geplaatst worden onder de assets. Klik op save. En dan ga je zien dat hier onder de assets folder eigenlijk twee zaken worden toegevoegd. Nu, ik ga deze eerst even toelichten. Het eerste dat wordt toegevoegd is de animatie zelf. Dit is de beweging of de vervorming of wat het ook mag zijn. Dat zal uitgevoerd worden op het muntstuk. Daarnaast heb je een animator. De animator is eigenlijk een soort van guard. Die wordt mee toegevoegd aan het muntstuk van 1 euro. Maar later hier meer over. We zullen eerst de animatie zelf maken. Dus je selecteert je muntstuk van 1 euro, zodat de juiste animatievenster kan geopend worden. Je klikt op Add Property. En we willen eigenlijk een transformatie uitvoeren op ons muntstuk van 1 euro. We willen een verandering van de grootte. Dus we voegen een scale transform toe. Er worden twee keys toegevoegd. Nu, deze twee keys vormen eigenlijk het begin en het eindpunt van de animatie. Nu, ik wil mijn animatie iets langer maken dan 1 minuut. Dus verwijder ik deze key door simpelweg rechts te klikken en te klikken op delete key. Je kan de time range kleiner maken door te scrollen met je muis. En laten we zeggen dat we de animatie voor 3 seconden laten lopen. We willen eerst dat in het midden van deze 3 seconden, dus op 1 seconde 30, het muntje verandert naar een grotere scale. Hiervoor moeten we eerst op record drukken. Van het moment dat je op record drukt, gaat alles wat je eigenlijk verandert van de scale in dit geval, geregistreerd worden in onze animatie. Dus je brengt je cursor naar 1 seconde 30 en vervolgens gaan we de scale aanpassen. Dus laten we zeggen dat we op 1 seconde 30 ons muntstuk een beetje willen vergroten. Laten we zeggen 0.3. En de z ook 0.3. Op deze manier. Het muntstuk is op deze grootte op 1 seconde 30. En vervolgens op 3 seconden willen we dat het muntstuk terug verandert naar zijn normale situatie. Dit was ongeveer 0.12. En hier ook 0.12. We hebben dus nu onze 3 keys gerecord. Nu, we zijn klaar met het maken van onze animatie. Dus klikken we de record-knop uit. En we kunnen onze animatie bekijken door op play te drukken. Je ziet dat het muntstuk eigenlijk vergroot en verkleint in onze animatie. Je kan op stop drukken. En dit wil zeggen dat onze animatie succesvol is gemaakt en je dus kan klikken op sluit. De animatie wordt toegevoegd aan het muntstuk van 1 euro. Dit kan je zien door te gaan naar het muntstuk van 1 euro. En je ziet dat hier een animator is aan toegevoegd. Zoals ik daarnet zei, als je een animatie gaat toevoegen aan een object, worden twee zaken automatisch gemaakt. Waaronder de animator. Een animator kan je gaan bekijken door te klikken op het object waarop de animator is toegepast en vervolgens hierboven naast game te klikken op animator. Dit geeft je het volgende zicht. Nu, omdat we automatisch de animatie hebben toegevoegd, zal deze ook automatisch binnen de animator de animatie hebben toegevoegd. Een animator begint steeds bij een entry point. Een entry point is de start van uw animatie. Het wordt eigenlijk getriggerd van het moment dat de applicatie gerund heeft. Nu, we zien hier een connection naar deze animatie, de muntanimatie, die we hebben gemaakt door het vergroten en verkleinen van het muntstuk. Nu, als de applicatie is gestart, dan zal deze animatie gespeeld worden. We willen ervoor zorgen dat er zowel een animatie is als geen animatie, namelijk door rechts te klikken, zet create state en empty, waardoor er een empty state wordt gemaakt. Deze state noemen we non. Dat slaagt op geen animatie, dus eigenlijk een stilstaand object. En we willen eigenlijk dat van het moment dat de entry point, dus de start van de applicatie, wordt getriggerd, dat deze niet naar de animatie gaat, maar eigenlijk naar deze animatie gaat, wat neerkomt op geen animatie. Dit doen we door rechts te klikken op non en
te klikken op Set as Layer Default State. Dus dat dit de default state wordt van het moment dat de applicatie start. Dit is in orde, maar we moeten ervoor zorgen dat de entry point wordt getriggerd om van non naar muntanimatie te gaan van het moment dat de virtual button wordt getriggerd. Daarom moeten we terug een aanpassing maken in ons script. In ons script is het eerst nodig om een parameter aan te maken voor onze animator. Daarom maken we een public animator. En deze noemen we muntenanimator. Muntenanimator. En deze muntenanimator gaan we initialiseren in de start function. Dus muntenanimator.getComponent. En de component is een animator. En dit is een functie. We kunnen nu deze muntenanimator gebruiken. Deze animator zal twee animaties bevatten, namelijk de non- en de muntenanimatie. Nu, we willen ervoor zorgen van het moment dat de knop gepressed wordt, dat de animatie wordt afgespeeld. Dit doe je door de muntenanimatie aan te roepen. Vervolgens klik je op play. Dit is een functie dat kan gebruikt worden voor een type animator. En aan de play-functie moet een naam meegegeven worden, namelijk de naam van de animatie. Dus in dit geval muntenanimatie. Dus je hebt deze lijn code. Hetzelfde gebeurt dan voor de onbutton released. Van het moment dat de virtual button wordt gereleased, zal er een andere animatie worden gespeeld, namelijk de non-animatie. En dit is eigenlijk een animatie dat niets doet. Dus eigenlijk terug een stilstaande munt geeft. En dit is eigenlijk alles voor ons script. Dus we gaan terug even naar de Unity interface. We klikken op onze image target. Nu, we hebben dus een parameter meer gekregen in ons script, omdat we een animator moeten toevoegen. Deze animator gaan we dus toevoegen aan dit script. Hij vraagt hier eigenlijk om een object mee te geven die een animator bevat. Daarom moeten we ons muntstuk van 1 euro slepen naar deze parameter, zodat de animator wordt toegevoegd. Nu dat dit is gebeurd, kunnen we de applicatie nog eens testen. Als ik het muntstuk van 5 euro in beeld breng, krijgen we dus ons muntstuk. En nu moeten we nagaan of dat het script juist is geschreven. Oké, er wordt getriggerd. Dat zie je door de debug log. De animatie op ons muntstuk wordt niet uitgevoerd. We gaan even kijken wat er mis is. Ah. Ik zie wat het probleem is. Ik heb een foute naamgeving gebruikt voor de animatie. Dus dit is niet muntenanimatie, maar muntanimatie. Met een hoofdletter. Dus normalerwijs, als ik nu het script opslag en mijn scene opslag en de code nog een keer test. Een briefje van 5 euro in beeld. En nu zit ik mijn twee vingers. Ziezo. Dus bij het drukken op de virtual button zie je dat de animatie wordt getriggerd van het muntstuk. Laat ik de button los, dan zal de animatie stoppen. En dan heb je gewoon het muntstuk geaugmenteerd op het budget van de 5 euro. Om nog een klein beetje de applicatie te verbeteren, zullen we nog snel even een tekst toevoegen op de virtual button. Dit doe je door rechts te klikken op de virtual button 3D object en te kiezen voor 3D tekst. Dit zorgt voor het tonen van een Hello World tekst. Dus deze tekst gaan we eerst gewoon aanpassen naar druk hier bijvoorbeeld. Je ziet dat de tekst
zeer groot en wazig is. Nu, om de wazigheid van de tekst te op te lossen, gaan we een klein trucje toepassen, namelijk het wijzigen van de font size. Dus je drukt op de tekst, gaat binnen de inspector naar de font size. En de font size gaan we heel groot zetten op 90, misschien zelfs 100, zodat de tekst nog groter uitkomt. Maar nu gaan we de tekst eigenlijk gaan verkleinen door gebruik te maken van de scale tool. En op deze manier heb je toch wel een tekst op de juiste grootte en nog redelijk scherp ook. Nu, de tekst is verkeerd georiënteerd, dus dat gaan we ook even oplossen. Oké, de druk hier is toegevoegd. Als ik nu de applicatie run en ik toon een biljet van 5 euro, dan zie je duidelijk een tekstdruk hier. En dan weet je ook iets beter dat je je vingers daar moet zetten. Voilà, nu is de applicatie 100% klaar. Dat was het dan ook voor deze video. In de volgende video ga ik jullie tonen hoe we de applicatie correct kunnen exporteren om deze dan te kunnen builden voor iPhone.